Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend hebben we te maken met eerst nog een enkele misbank, maar voor de rest zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de dag trekken er over het noorden en oosten van het land wat meer wolken, maar het blijft gewoon overal droog. Halverwege de ochtend is het een graad of 10 en vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 15 graden op de Waddeneilanden eilanden en 17 tot 19 graden in de rest van het land. De wind waait zwak of matig rond kracht 3 en komt uit noordelijke richtingen. Vanavond zijn er brede opklaringen en halverwege de avond ligt de temperatuur al te graad of 14. Met name in het binnenland gaat de wind verder afnemen en komende nacht kan er opnieuw mist ontstaan. Ook morgenochtend hebben we in eerste instantie te maken met wat mistbanken, maar al vrij snel breekt de zon overal flink door. In het binnenland ontstaan een paar stapelwolken in de middag, maar het blijft overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Ook zondag overal droog, flinke zonnige periode, misschien wat meer wolken dan morgen, maar het wordt uiteindelijk wel zo'n 21 graden. Ook maandag en dinsdag is het flink warm, de temperatuur staat zelfs naar een zomerse 25 graden op de dinsdag, maar in de loop van de tijd neemt ook de kans op een bui toe. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl